Je ziet het eigenlijk dat die andere broer nog aan. Dus het is niet eens gebeurd te zijn, want het gewoon achter zijn hem zo'n fucking lepel. Je neemt gewoon een fucking lepel uit die koelkast. Doe mijn andere broer naar beneden en ik dacht van what the fuck. Voor de eerste keer sinds dat ik gestopt ben met school zie keil, neus, spieren. En ik denk een griepje, ja, mijn dokter is pas morgen open. Hey! Welkom bij de show waarvan ik de titel niet kan zeggen, want anders is mijn video gedemonetized. Welkom bij... Part 5. Zoveel aangevraagd door jullie dat ik er niet omheen kan. Misschien als ik alle vuile woordjes is weggelaten hieruit. Ik heb nog niet had gezegd in mijn video's, maar hey, what the fuck? Subscribe to PewDiePie. Ook al spreek ik geen Engels. PewDiePie. Ik kan verstaan, ga fuck en enkel Nederlands. Hey, PewDiePie. Fuck, wacht hier nog op, man. PewDiePie. Represent iets... Pissen! Ja, zo noemt de eerste vraag. Pissen. De eerste vraag is van breekbare taart. En die noemt zichzelf Beertje. Ik ben 14 en supergeil. Super lifestyle. Supergeil. Hallo, ik ben 14 en supergeil. Iedere keer als ik aftrek, piss ik in plaats. Ik heb zelfs alleen seks gehad. En toen gebeurde dit ook. Maar ik had gelukkig een condoom aan. En dus werd ze niet zwanger. Hé, hey, breekbare taart. Check. Even serieus. Tussen ons twee, ja. Kijk, je kan een meisje niet zwanger maken door te pissen in haar. Dat kan niet. Dat is een lifehack. Zo kan je seks hebben zonder dat ze zwanger is. Bro, what the fuck. Op welke school zit jij? Het eerste wel erg om te zagen tegen. Ja, hé. Hey, je kan niet zwanger worden door te pissen in iemand. Dat kan niet. Iemand tips om niet meer te pissen in plaats van... Als ik geen antwoord weet op de vraag, gelukkig zijn er nog altijd comments op de vraag. Misschien is je sperma op. Dat is een van de mogelijke opties. Broer, ga gewoon van tevoren even naar de wc, dan komt alles goed. Dat is het, man. Doe even een plasje voor je begint aan de job. En dan kan je niet meer plassen, toch? Hé, hey, help eigen mensen in deze serie. Waarom doe ik dit, snap je? Ja. Heb jij nu ook last van dit probleem? Elke keer als je denkt van, oeh, daar gewoon pis. Ga plassen, problem solved. Maar tegelijkertijd, het is ook een fucking lifehack. Safety is de number one priority. Piss. En dan ben je nooit tiener vader of moeder. Tips dat ik geef in deze video. Kom van een professional. Jullie denken dat ik een stomme YouTuber ben. Doctoraat in de seksuologie. We hebben een vraag van anoniem. Je weet als er een vraag door een anonieme guy gesteld wordt dat hij liever off the grid blijft. Counter UAV dingen. Dus de vraag moet dus wel secret blijven. Praat hier met niemand over. Ik ben een 13-jarige jongen. Ik vraag me af of meisjes ook naakt gaan in een kleedkamer als er andere meisjes bij zijn. Of is dat niet gewoon? Voor een hele lange tijd heb ik mij dit ook afgevraagd. Staan meisjes dan ook naakt in de kleedkamer? Kijk, hou nog! Ik heb geen info hierover. Ja, je moet dit niet aan mij vragen, maar. Er zijn ook geen reacties hierop. Ik denk dat we daaruit kunnen afleiden dat meisjes gewoon niet naakt gaan in de kleedkamers. Als er iemand meer info heeft over dit onderwerp, contact me in de comments down below. Wat doen meisjes als ze naar het toilet gaan? Waarom staat er altijd zo fucking veel volk? Hou nog! Hebben meisjes fucking alles in hun handtas om... Nou, fucking no! Ik weet het niet, man. Ik heb geen info over dit onderwerp. Ik zou je graag willen helpen, maar... Au no, hallo. Ik ben een meisje en vraag me iets af. Is het oké om te droogneuken met je beste vriendin? Supergeil. Dat is wel oké, denk ik. Maar er zijn ook comments hieronder. Probeer eens een deep throat. Gewoon eens een fucking deep throat proberen, man. Gewoon met je vuist naar elkaar zijn keel, toch? Diepe keel. That is my shit. Ik ben ziek op de eerste mooie dagen van dit jaar. Ik kan eigenlijk wel gaan, ik ben eigenlijk gewoon een fucking pussy. Probeer eens een deep throat. Wat is deep throat? Hey, jawel. Ik wil geen details noemen, dus ik zeg maar gewoon waar het op staat. Dus het begin van een intense bericht. Ik ben er zelf eigenlijk van overtuigd dat het niet kan, maar ze toch te twijfelen of het kan door een discussie. Kan je zwanger worden van droogneuken? Waarom blijft iedereen altijd de shit hierover te vragen, man? We waren beide niet naakt of in onderbroek, gewoon onze kleren. Kijk, ik ben van het principe van hoe de fuck kan je al deze shit doen? Ik wist niet eens dat die shit bestond, voordat ik wist dat seks was. Als je deze basiskennis niet hebt, dan zou het jou gewoon niet toegestaan mogen worden om met andere mensen iets te doen. Ik schets me even een voorbeeld van hoe dit meisje eruit ziet, ja. Of deze jonge, I don't know. Ik moet gewoon opzoeken, ik ga het niet uitleggen. Hij haat naar Chelsea's, ja, het is gewoon een voorbeeld. Bont kraagjas, met zwarte vuil. Een zak eronder zo met trampolines, snap je? Je ziet er zo uit. Links, snap je? Grote oorbellen. Waarom zien hier altijd hetzelfde uit? Zo'n haar die heel je hoofd naar achter trekt. Ik ben geen fan van zo'n haar, man. Kan je zwanger worden van droogneuken? We hadden alle twee onze kleren aan. Ja, het kan. Basic knowledge, toch? Jeansbroek tegen jeansbroek. Dat gewoon een manier is om zwanger te worden. Ebola virus is back in town. Nee, maar dat is een burden op mij om deze moeilijke vraag te beantwoorden, maar er zijn hier veel dingen op. Hey, awel en forumers. Misschien is het raar, maar ik ben een meisje van 11 jaar en ik zit in het zesde leerjaar. Dit is een gadeg, man. En ik ben verliefd op iemand en ik snak nu al naar seks. Dit bericht is gecanceld, man. We gaan naar de volgende. Hallo iedereen. Hey, how you doing? Ik heb een keer anaal gedaan met mijn vriend.
En sindsdien is mijn kringspier niet meer wat het geweest is. Ik kak hierdoor namelijk in mijn broek. En oh, ik lach met kakjokes, man. Wanneer de fox is die kak en die piss humor niet meer grappig aan, oh. Ik kak hierdoor namelijk in mijn broek en ook in mijn bed. Ik ga hem hier heel erg voor. En ik wil hier graag iets aan doen. Kan iemand mij helpen? Hey! Je hebt de juiste guy gecontacteerd hiervoor, man. Ik ben hier om jouw kringspier te slijten. Hebben jullie poppers genomen? Naar eigen ervaringen ontspant dit de kringspier enorm. Wat leidt tot situaties als... Wat, dit is serieus? Ik dacht dat dit een grapje was. Plot twist. Ik dacht dat het een grapje was. Dat is het niet. Blijf in 2019, we kunnen waarschijnlijk je kringspier slijten met... kleine ingreep. Kan je rustig slapen, wakker worden. Zonder dat... alles bruin is, man. Kak en piss humor is niet grappig. We verlagen ons aan niet meer tot dit niveau. Wat de fuck ben je aan het doen? Ik hoop van sommige mensen daar hier dingen op staan. Yo, dat het fucking fake is, man. Hey, oh wel. Het is uit met mijn lief. En die heb dat naar mij gestuurd. Dat het uit was. Dus ons. Maar ik hou nog van haar. En we waren 1 jaar, 6 maand en 46 dagen samen. En we hebben ook seks gehad. Maar ik weet niet meer wat te doen. En dat komt allemaal door een vriendin van ons. Dat het uit is en nu weet ik het ook niet meer. Kijk, heeft er ook bij gezet waarom dat gedaan is. Die heb gezegd tegen mijn lief dat ik haar wou kussen en haar hand wil vastpakken. En dat vis, heer... Kijk, dit zijn van die mensen, like, hoe de fuck hebben jullie al internet? Hoe de fuck weten jullie al wat deze fucking site is? Dit is geen Nederlands meer. Ik kan hier niks uit afleiden. Toen ik begon met het internet te discoveren, ja. RuneScape, Qpeng, 2008, 2009, 2010, Golden Ages. Ik kon wel gewoon al schrijven. Ik kon ook al deftig schelden en zo. K is er. Ha, rugger, noob. Dit kan niet. Wil vastpakken. En dat vis. Dus ze stonk naar vis. Dat gedaan is, man. Lichaamsgeur is de key. Aan alle boys. Niet denken dat Axe parfum is, want dat is het niet. Axe is deodorant. Maar fuck Axe, dat werkt niet. Koop een rollertje zonder geur en spuit daar een goede parfum op. Alle meisjes gaan... Nee. De zon schijnt weer en er komen weer mensen voor mijn deur staan. Er staat zo'n pompje voor mijn huis, die rijdt daar zo altijd rond met een fiets. Terwijl ze een guy aan het aanmoedigen van, ja, bel aan! Blijf daar ook staan, hebben jullie niks beter te doen. Deep throat! Ha! Hey, ik ben 14 en mijn vriendje is 19 en ik wil hem geen blowjob geven. Maar hij doet daar echt super moe. Ik shit. Kijk, ik zeg het al in elke fucking video, maar ik kan het niet genoeg zeggen, denk ik. 13, 19, like, dat kan niet. Er is zo'n regeltje dat ik altijd zag. Like, deel je eigen leeftijd door 2 en doe plus 8. Nou, deze jongen is 19, hetzelfde als mij. Gedeeld door 2, dat is 9,5. Plus 8, 17,5. 14, dat is fucking normaal, man. Dat is mijn hoofd, man. Blijf nu ook vaak bij mij thuis slapen en probeert hij me te pushen. Kijk, what the fuck. Dit is precies de reden waarom zo'n oudere guys een relatie hebben met een meisje die zo'n 19 jaar jonger is. Snap je? Kan die alles laten doen? Zo, like, hoezo? Ik word echt vies door zo'n mensen. Dit is gewoon vies. De guys die niemand van hun eigen leeftijd kunnen krijgen, dus dan manipuleren ze maar jongere meisjes. Hey, goed gedaan, man. Hey, ik ben 13 jaar en ik bleef bij een vriend slapen. Toen we in bed lagen, vroeg hij of ik anaal genomen wil worden. Ik zei ja. Nadat het gebeurd was, zei hij dat hij AIDS had. Surprise! Ik weet niet. Ik zou denk ik sowieso naar de dokter gaan. Groetjes, sympathieke hond. Voor hem zijn momenteel nogal wat ongepaste berichten. Dit heb ik door, man. Ga niet goed met deze site. Ik zeg je, het is zwaar achteruit aan het gaan. Als mijn penis stijf is, komt er een bultje op. Wat is dit? AIDS. Zo werken de mensen op deze site. AIDS. Handenhuidsarts. Broek af. AIDS. Vroeger toen ik naar CLB ging, met al mijn klas. Centrum voor leerbegeleiding, denk ik. In het zesde leerjaar moest je dat zo je broek afdoen, ja. En dat was, iedereen was hyped. Ik ging daar naar binnen, je moest je omkleden dan in dat kotje en dan stond je daar in je onderbroek. Like, ik wist niet wat het enige wat ze had doen, is even op haar knieën zitten en even voelen. Staat er in je onderbroek en like... Ik was hyped, snap je? Ik was jong en ik was hyped. Ja, ik was zo... Mee. Opeens was mijn piemel zo... Mee. Je ziet het eigenlijk, had die onderbroek nog aan. Dat is niet eens gebeurd te zijn, want het gewoon achter zijn hem zo'n fucking lepel. Je neemt gewoon een fucking lepel uit die koelkast. Doe mijn onderbroek naar beneden en ik dacht van... What the fuck? Ze houdt daar gewoon zo'n koude lepel tegen. Mee. Stond ik daar, ja. En toen zei ze van... Ja, ik ben niet de eerste die dit... Maar ja, ik stond daar achter van... Shit. Waarom vertel ik dit? Omdat ik denk ik niet de enige ben die dit heeft meegemaakt. Like... Leuk om te kijken naar deze video. Weet je dat ik ze meisje zeker een duimpje omhoog. Daarna die vrouw nooit meer gezien. Ik dacht, misschien stuur ze een mailtje waar je hebt je zin om na de lessen naar mij te komen. Bedankt om te kijken naar mijn video. Meisje, like. Als jij nog een vraag hebt, zet hem op de AOL-site. Misschien antwoord ik er ooit op. Tot ziens. Ja. Hallo. Dat was een goede challenge. Hey, nee, dat heb je goed gedaan. Ik heb voorjaars nog een snelletje en al deze leuke dingen. Ik heb nog een beetje V-Bucks over. Ja! Ja! This person. Ik heb zelf nog gescoord, maar de lokker ziet er super eng uit, man. We hebben een leuke skin.